En dan, Nicky, is Jan Remkes vanaf vandaag officieel voorzitter van het Nationaal Programma Groningen. De man die de formatie uit het slop moest trekken, die wordt nu gezien als de, of niet gezien, die is vanaf vandaag officieel de voorzitter van het Nationaal Programma Groningen. En hij is daarmee de opvolger van de commissaris van de Koning, René Paas. Betekent dus dat hij Groningen moet gaan helpen met die aardbevingsproblematiek. Dat programma is opgericht dus om de provincie Groningen vooruit te helpen. Er is ook behoorlijk wat geld mee gemoeid. Zo'n 1,15 miljard euro. Nou, er is ook genoeg te doen natuurlijk. Dat kunnen we wel stellen. De gemoederen in Groningen die zijn de laatste tijd hoog opgelopen door die boodschap dat er extra gas geboord moet worden vanwege Duitsland. Dries Zwart, fractievoorzitter van de Partij voor het Noorden in de Provinciale Staten, die heeft wel vertrouwen in Remkes op deze plek. Remkes is een uitstekend bestuurder gebleken. Hij heeft zeer veel ervaring. Het is een Groninger. En de Groninger die stopt zijn kop te vuur. En wij verwachten hier echt een hele hoop van. Er liggen hier 900 ideeën van inwoners van Groningen om Groningen vooruit te helpen. En wij denken dat onder zijn leidingschap daar goede keuzes in gemaakt kan worden die een vliegwiel kunnen aanzetten voor Groningen. Als ik persoonlijk naar hem kijk, denk ik dat we hier een krachtig persoon hebben die ook zeer gewaardeerd wordt in Den Haag en waar Den Haag ook naar zal luisteren.